Oké, welkom terug. In de vorige video hebben we de basismaterials neergezet en hebben we het snoepje een BSIF-shader gegeven. Zoals je ziet heb ik hier al een hele noodstructuur neergezet. Dit lijkt heel erg gecompliceerd. Dit is in principe nog een redelijk simpele noodstructuur. En om meer met noods te leren werken is vooral oefenen en doen. Ook ik ben niet bij macht wat alle noods doen en hoe het allemaal werkt. Dus ik wil ook aanraden dat als je dingen met noods wil gaan doen, ga dan tutorials opzoeken en ga daar dingen van proberen na te maken. En ga vervolgens een beetje experimenteren wat deze settings doen. In dit geval loods ik jullie even door de settings die ik hier gedaan heb, zodat jullie deze na kunnen maken. En zal ik ongeveer vertellen wat de opties daarvoor zijn. Maar het is dus niet erg als je een bepaalde node of een bepaalde material wil maken, dat je hiervoor iets op gaat zoeken wat je via YouTube of via Google kan vinden en op die manier na gaat maken. Dat is niet erg, daar leer je alleen maar van. En zoiets leer je niet in één dag. Dus ik neem die nu even mee door de hele shading setup. En vervolgens probeer je deze na te maken en ik probeer je er zo goed mogelijk in te begeleiden hoe ik deze notes gecreëerd heb en hoe je ze met elkaar verbindt. En dan zal ik alle technische bemoeienissen daarachter eerst nog even laten voor wat het is. En dat komt wel als jullie wat geavanceerder zijn en wat betere know-how hebben van alles wat Blender te bieden heeft. Zoals we zien, dus even kijken. Die verbinden we even. Laat ik die ook even met elkaar losmaken. Laat ik die shading even normaal zetten. Wat we weten, dit hadden we in het begin. We hebben dat material een naam gegeven en we hadden de principal BSDF shader. En deze shaders hebben we allemaal toegevoegd. Dus belangrijk wat je doet, is om shaders toe te voegen, druk je op Shift A. En je kan met. Je kan navigeren in deze shader editor door het middelmuiswiel in te drukken en op en neer te bewegen links en rechts en scrollen met je muiswiel is in- en uitzoomen. Dit is een 2D view, dus we kunnen niet erin roteren, maar we kunnen wel met het middelmuiswiel indrukken kunnen we pannen. En dat is in de viewport en dat is roteren met shift vasthouden. Dus probeer met het middelmuiswiel hier in te drukken om te kunnen verplaatsen en alles te kunnen zien. Zoals je ziet heb ik hier een texture node, een texture coordinate node. En die texture coordinate laat meer zien aan Blender waar zit welke vertex of welke face bevindt zich op welke plek in 3D space. Dus welke coördinaten hebben die. En dat kan je door middel van generated. Dat kan je doen aan de hand van normals, aan de hand van de UV's. Daar komen we later op. UV mapping is vooral in game industrie belangrijk om je UV's, om je texture op de juiste manier op je model te zetten. En we kunnen het via het object doen, dus gewoon de rotatie en de positie van het object. We kunnen vanuit de camera renderen, dus alles wat in de camera gerenderd wordt, op die coördinaten wordt het allemaal gerenderd. Window en reflection heb ik verder nog niet veel gebruikt, ook die opties zijn er ook. Om de texture coordinates toe te voegen, kan ik dus op Shift A drukken. Net als met in de viewport, Shift A om mesh toe te voegen, kunnen we hier ook nodes toevoegen. Dus ga ervoor met de muis in de viewport, Shift A. En vervolgens krijg je de Add menu. Nou kan je allemaal op gaan zoeken waar die texture coordinates zitten. Maar je kan ook op Search drukken. En vervolgens dus dan even texture in te vullen. Texture. En dan coordinates. En dan vind je de texture coordinates. Die klik je vervolgens aan. En vervolgens krijg je deze node. En die kan je plaatsen waar je wil. En vervolgens klik je links om hem toe te passen. Mocht je hem wel willen verplaatsen, druk je gewoon op G. Net als in de viewport. En dan kun je hem weer verplaatsen. Ook hier kan je met X en Y kan je hem op en neer bewegen. In dit geval zou ik niet weten waarom je dat zou willen doen. Je wil hem gewoon een positie neerzetten dat je hem makkelijk kunt bereiken. Nou, dat heb ik hier dus mee gedaan. Vervolgens wat je doet is je pakt een mapping node. Je zoekt een mapping node op. Dus Shift A. Search. Mapping. En dan pak je mapping node. In dit geval heb ik die mapping niet nodig, want die staat er al. En je verbindt de object optie verbind je met de vector.
En zo zorgt ervoor dat de mapping op object gedaan wordt. Dan hebben we een gradient texture nodig. Dus ook hier weer Shift-A, Search, Gradient Texture. En dan zorg je ervoor dat die gradient texture, die standaard volgens mij op linear staat, zorg dat die interpolatie op radial staat. Vervolgens voeg je een multiply node toe. En die multiply node, die heet niet multiply, maar multiply heeft iets te maken met rekenen. Dus we hebben een math node nodig. Dus Shift A, search, en dan search je op math, of zoek je naar math, M-A-T-H. En dan geen vector math, maar bovenste math. Math of math, volgens mij heet dat Engels en Amerikaans, Engels en Engels. Dan zorg dat je een math node creëert. Dan zie je dat die iets anders eruit ziet. Zorg er daarna voor dat dus die add, standaard staat die op add, die zet je op multiply. Dus klik op add. Dan heb je een hele allemaal opties. Het belangrijkste is, zoek je naar functies. En een functie klik je op multiply. Die color van de gradient texture, die voeg je toe, of die verbind je, die connect je met de bovenste value. De onderste value, die zet je van 0.5, standaard staat die op 0.5, die zet je van 5 op 12. Deze waarde correspondeert met de banding, dus als ik even in mijn viewport kijk, en even mijn color weer connect. Die 12, die correspondeert met het aantal banden van mijn snoepje. Dus hoe minder, hoe lager de value, hoe minder mijn snoepje op dat snoepje lijkt. En hoe meer lijnen ik heb. Ook hier ben je vrij in hoeveel lijnen je wil hebben. 12 standaardwaarde die prima werkt in dit geval. Dus hiermee kan je spelen om je snoepje een ander uiterlijk te geven. Vervolgens voeg je een fraction node toe. En een fraction node is ook een math node. Dus wat je kan doen, kun je kopiëren. Dupliceren eigenlijk, door op Shift D te drukken. En belangrijk dat je daarvoor die node selecteert. En je ziet, als ik een node geselecteerd heb, wordt die wit omlijnd. Shift D om hem te dupliceren. En vervolgens zet ik hem daarnaast. En die multiply, hè, wat we net veranderd hebben van add naar multiply, wil ik nu op fraction zetten. Fraction vind je onder de derde kolom, in het midden, fraction. Ja, als ik die fraction niet toevoeg en ik voel mijn connect hem weer met mijn factor hier, dan zie je dat mijn snoepje in ieder geval heel anders eruit ziet dan dat hij eruit moet zien. Ook dit kan een optie zijn voor je. Een fraction node. Als ik dus deze even weer disconnect en ik verbind mijn value met mijn value van de fraction en de value zet ik weer in de factor, dan krijg ik de opties zoals ik het wil hebben, dan krijg ik meer die strepen erin. Vervolgens heb je een color ramp nodig. Shift A, search, color ramp. En standaard staat die color ramp op zwart-wit. En je ziet dat ik hier meer opties heb, meer color swatches heb gecreëerd om deze vorm te krijgen. Daarvoor selecteer je een van de kleuren, dus een van die vierkantjes. In dit geval selecteer ik de zwarte en ik druk op delete. En dan verdwijnt mijn hele node. Dus delete is niet de juiste knop daarvoor. Het is goed dat er nu even gebeurt. Wat je wilt doen in plaats van delete, je wil hem wel verwijderen, maar dan klik je op het minnetje. En het minnetje zorgt ervoor dat de actieve positie gedelete wordt. Dus nu heb ik alleen maar één witte kleur. Om nu weer swatches toe te voegen, klik op het plusje. Voeg een nieuw slot toe. Vervolgens kan ik deze alle kanten opslepen en die sleep ik nu even naar achteren toe. Nou, als ik deze wil namaken, dan zie je dat die wit ongeveer hier staat. Nogmaals, dit is ook zelf weer een beetje creatief zijn. De afstanden maakt in principe niet zoveel uit. Dat kan weer een interessant effect geven voor jouw versie van deze opdracht. Ik klik op het plusje en ik wil eentje toevoegen. Ik heb meer nodig en deze komt in het midden. En vervolgens klik ik hier. Nou, ik kan ook zeggen, ik maak deze blauw. De
Dus ik maak hem hier blauw en ik zie dat ik nog twee swatches aan de zijkant heb om die kleur een klein beetje groter te maken, maar wel een soort gradient falloff krijg. Dus ik druk weer op plus. Ik kan eentje toevoegen. En om nu dezelfde blauwe kleur eerst te krijgen, kan ik op dit blokje drukken. Ik kan op de kleur klikken. En vervolgens kan ik op de hex knop drukken. En kan ik de hex value, net als in Photoshop, kan ik de hex value kopiëren. Ctrl-C. Ik klik hem weg. Ik klik dat nieuwe slot die ik gecreëerd heb aan. Ik klik op dat color swatch. En ik paste met Ctrl-V. Paste ik diezelfde blauwe kleur erop. Nu wil ik dus een fall-off creëren, dus ik wil er zorgen dat deze blauwe kleur ietsjes minder blauw wordt. Dus ik doe hem ietsjes naar beneden. Ik kopieer direct weer deze hex value, Ctrl-C. Omdat ik ook diezelfde color swatch hier wil hebben. Dus ik klik er op het plusje. Ik heb er eentje toegevoegd, die sleep ik naar de andere kant. Dit kan gewoon door links klikken, vasthouden en verslepen. Vervolgens ga ik naar de blauwe swatch. Ik klik op de hex value, de Ctrl-V en daar is dezelfde blauw gecreëerd. Zo kan je op verschillende manieren kan je kleuren geven aan je color ramp. En ook hier kan je kan toevoegen hoeveel je wil hebben. Je kunt ook zeggen ik voeg meer kleuren toe. Kijk eens wat dat voor jou op kan leveren. In dit geval laat ik het even zo staan. Vervolgens verbind je de value van de fraction verbind je weer met de factor. En de color verbind je met de base color. Als het goed is, zul je nu zien dat mijn snoepje nu blauw is geworden. Dus nogmaals, de kleuren zijn niet belangrijk in dit geval. Maar kijk vooral wat het voor jou op kan leveren. Het zou zijn, het kan nu nog zijn dat jouw rotatie nog niet klopt. Of dat jouw snoepje er dus nog anders uitziet dan het hoort eruit zien. En dat komt door de notes die we hier onderin hebben. Dus als je deze notes nu zover gemaakt hebt, ga je vervolgens de volgende stap doen. Je maakt weer een gradient texture. Net als we hier gemaakt hebben. En die kunnen we ook kopiëren. Dus je hoeft niet weer opnieuw op te gaan zoeken. Je kunt gewoon deze gradient texture selecteren. Zoals we net ook gedaan hebben met de multiply node. Shift D, dupliceren. En je dupliceert hem en zet hem hier beneden toe. Die gradient texture zet je vervolgens van linear op spherical. Dus niet op radial, maar spherical. En vervolgens voeg je daar weer een multiply node aan toe. Ook die multiply node kun je hier weer kopiëren. En kun je hier weer neerzetten of je voegt een nieuwe material node toe. Of multiply node toe. De value zet je op 2. En de gradient texture color verbind je met de bovenste value. Vervolgens willen we een combine XYZ toevoegen en die zorgt ervoor dat hij de juiste as pakt om de rotatie toe te voegen. Dus in dit geval heb ik gekozen voor de Z-as, omdat hij de Z-rotatie pakt vanuit de value van mijn multiply node. Dus hoe meer ik dit multiply, hoe meer mijn Z-values gaan. En ook dit kan weer interessante dingen opleveren. Nogmaals, we gaan niet voor perfectie, we gaan voor een leuk interessante versie. Dus ook hier speel je hier ook mee om te kijken wat dit voor jou kan betekenen. Je kunt het proberen om deze bijvoorbeeld te switchen van een I-as naar een Z-as. En dan krijg ik mijn snoepje, maar dan krijg ik de mooie swirl er niet in. Ook dit kan dus weer iets opleveren voor je als je dat wil proberen. En vervolgens verbind je de combine XYZ vector met de rotatie. En dan heb je de basis van je snoepje heb je klaar. Vervolgens hebben we nog een bump nodig. En een bump is zorgt meer voor door middel van een texture, een zwart-witte texture, dat er wat meer relief in je snoepje komt. Mijn snoepje is nu super glad. En echte snoepjes hebben altijd wel een kleine onregelmatigheden erin, een soort hoogte- en diepteverschillen. Is altijd wat ruwer dan perfect glad. Dus daarvoor hebben we een bandnoot nodig. En dat doen we door middel van deze drie notes. Ook hier heb ik weer een texture corners gepakt. Die kan je desnoods weer kopiëren van deze. Shift D. Dupliceren. Vervolgens voegen we een noise texture toe. En die noise texture. Shift A. Search.
noise. Vervolgens voer je die noise texture toe. En die verbind je dus in met het object. Belangrijk even dat je bij de schaal, de detail en de roughness wat dingen gaat veranderen. De scale staat standaard op 5. Deze zet je naar 2,7. De detail zet je op 15. Dus we willen meer detail in onze noise hebben. De roughness laat je staan en de distortion laat je ook op 0. Vervolgens wil je deze toevoegen aan een bump node. En een bump node zorgt er meer voor dat mijn kleurtexture een zwart-wit texture wordt. En die zwart-wit texture wordt weer gebruikt als een normal map. Dus ook hier weer op Shift-A, Search naar Bump. Voeg hem hier toe en zorg ervoor dat je noise texture verbonden is, de factor, in de height staat. Vervolgens zal je strength te hoog zijn. Dus je strength, de kracht waarmee hij dit doet, zet je van 1 naar .15.1. Je wil het niet zoveel op laten vallen, je wil een subtiele bump aanzetten. Dus, en dan vervolgens zet je deze normal, verbind je met de normal van de PSDF. En nu zie je ook, als ik even inzoom, dat mijn snoepje wat onregelmatigheden heb gekregen. Ook hiermee kan je dus met de detail, of met de schaalfactor, kan je weer spelen. Als je denkt dat dit te veel resolutie is of te hoog. Dus ook de scale kan je hoger zetten, waardoor die dus gedupliceerd wordt en dus nog wat, de bump wordt steeds kleiner. Met de detail, hoe meer detail je toevoegt, hoe minder detail, hoe smoother die is, hoe meer detail, hoe meer hij ook echt een beetje, ja, meer als glazuur aanvoelt. Desnoods kunnen we met de distortion nog wat spelen, maar die laten we even staan zoals die staat. En ook hier kan je dus, als ik de strength op hoog zet, ik zet de strength verlies op 1, dan is mijn snoepje wel heel erg ruw en willen het subtiel maken, dus we zorgen voor dat we .1 of .15 neerzetten. Dat was weer de snel verkeerde toets, sneltoets van mijn computer. En dat is eigenlijk de node setup. Ik zal hem even groot neerzetten nog. Dan kun je de video nog even pauzeren. En probeer op die manier dan eens de shader na te maken. Dus we beginnen met een principled BSDF shader. Ook de subdivision surface heb ik hier op blauw gezet, of rood gezet. Die wil ik ook op blauw maken. Een subdivision surface is hetzelfde eigenlijk als jij een lamp tegen je vinger aanhoudt. En dat je dan het rood van je vinger aan de andere kant kan zien. Dat is subdivision scattering. En ook met dit soort snoepjes of melkproducten, dan is er altijd een soort lichtbreking door het materiaal heen. Dus een subdivision surface zet je op dezelfde kleur ongeveer als je snoepje. En een blauw snoepje zelf, klinkt eigenlijk ook wel vies eigenlijk. Maar nogmaals, dus kies zelf voor een lekker uitziend smaakje, om het zo maar te zeggen. En maak vervolgens deze shader na. Ik zal hem even hier neerzetten. Ik zal zo meteen nog even twee keer inzoomen op onderdelen, zodat het makkelijker leesbaar is. En dit is eigenlijk de hele shader die we nodig hebben om een snoepje vorm te geven. Dus zoals gezegd, zet hem anders even op pauze. Maak hem na. En vervolgens dan zal ik even inzoomen. Texture coordinates verbonden met een gradient texture in spherical. Math node op multiply. Value op 2. Combine XYZ. Kies een van de assen die voor jou werken. En verbind die vervolgens met rotatie. De coordinates worden met object verbonden met de mapping node en met de gradient texture. Die mapping node wordt vervolgens weer aan een gradient texture gebonden met een radial optie. Weer een math node op multiply, een value van 12. Dit zorgt ervoor het aantal strepen van je snoepje. Verbonden met een fractie. Ook hier zit weer de wiskunde aan, waardoor ervoor zorgt dat die eruit komt te zien zoals die eruit komt te zien zonder fractie. Is het nog steeds niet het snoepje zoals we willen. Die fractie, die math node, zet je vervolgens met value weer aan een factor van een color ramp. En in de color ramp geef je het aantal kleuren. Met plus en min kun je swatches toevoegen, vierkantjes toevoegen. En elk vierkantje kan je op klikken om de kleur van dat vierkantje aan te passen.
En vervolgens die color ramp zet je de color swatch of de color optie zet je vast aan de base color, zodat die als base color gerenderd wordt. En voor de bump pakken we ook weer een texture coordinate. Die twee texture coordinates verbinden we weer aan een vector van de noise texture. In de noise texture veranderen we de schaal van 5 naar iets lager. Ook hier kun je weer mee spelen om te kijken wat het voor jouw object kan betekenen. Dit hangt ook weer af hoe groot je snoepje is in het echte leven. Dus als je niet op de schaal bezig bent geweest, kan het zijn dat je een grotere value of een lagere value nodig hebt. Dus test dit een beetje uit. Dit is gewoon een beetje spelen en experimenteren. Detail. Kijk eens wat dat meest voor jou kan doen. Ga ongeveer rond het detail van 10 zitten. Ook kijk je dit, wat dit voor je kan bieden. De roughness laat je gewoon standaard op 0.5 staan en de distortion laat je op 0 staan. Vervolgens zet je deze noise texture, verbind je de factor weer met een height van de bump. Dus je zoekt naar een bump node. De factor zet je op de height en de strength zet je van 1 naar 0.1, omdat anders de strength te hoog is, waardoor je snoepje er niet goed uitziet. En vervolgens verbind je de normal met de normal van je principal PSDF shader, van je hoofd shader eigenlijk. Hè? Hier wordt alles eigenlijk gebeurd. Hier berekent hij van alles en vervolgens zorgt hij ervoor dat hij hier met elkaar verbonden is. En dit wordt vervolgens met de PSDF weer verbonden met de surface, met de material output, waardoor het weer zichtbaar is in onze viewport. En de subdivision surface zet je op dezelfde kleur ongeveer als je snoepje de kleur heeft, zodat je ook een beetje de subdivision surface doorheen ziet als je dat met de belichting doet. En dat is dan de hele node setup. Blijf dit gewoon oefenen. Dat wil niet zeggen dat je dit direct allemaal hoeft te weten en waar het precies voor dient. Heel vaak ga je dingen opzoeken om een bepaald resultaat te creëren en leer je daar weer van. Dit hoef je niet uit je hoofd vanuit nul te beginnen. Mocht je hier wel meer over willen weten, dan kun je op YouTube of op Google genoeg vinden over de shader editor en procedural textures en procedural materials. Dan kun je dieper in deze materie duiken. Dit is meer even een aanraking met wat nodes voor je kunnen betekenen en wat je er allemaal mee kan doen. En dit is eigenlijk nog maar een kleine tipje van de sluier die opgelicht is. Er is nog veel meer te behalen met de shader editor dan ik nu kan behandelen. En dan heb je je snoepje. En je hebt je basisbelicht, of je hebt je backdrop belicht, je hebt je glas belicht. En in de volgende video gaan we camera toevoegen. Gaan we voorzien van HDRI belichting en twee area planes om daar een mooie belichting aan te geven. En vervolgens kunnen we dat laten zien hoe we dat gaan renderen. Dus ik zie jullie graag in de volgende video terug.